Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. Ik ben net opgestaan. We gaan even lekker koffie drinken. Ik ga denk ik Turkse koffie maken. En daarna gaan we even samen wandelen. We moeten echt wat meer bewegen. Zo, daar gaan we weer. Vandaag wel iets meer koffie erin. En per persoon doe ik 1 sucrine sticker in. Nou, ik heb het gevoel echt dat het veel beter is dan die van gisteren. Let niet op onze kopjes. We hebben nog niet echt koffiekopjes. Maar het ziet er echt heel goed uit. Wanneer je elke dag een wagen mee naar boven neemt. We hebben een hele verzameling, jongens. Hoedje op, ja, dat gaat niet lukken, mat. Guys, wij gaan lekker wandelen. Echt, het is zo lang geleden en we hebben gewoon echt onwijs veel zin in. Het is lekker weer, niet te warm. Ja. Lekker wandelen op slippers. Ik zei net dat het niet zo warm was. Het is echt super heet. Misschien ligt het een beetje aan ons, omdat we niet gewend zijn. We hebben lekker koud water gehaald bij het tankstation. En we moeten nog even een half uurtje lopen. Ik heb gewandeld. Ik ga nu lekker eitjes maken. Ik ga even 1 sneetje hiervan eten. Koolhydraten aan brood. Heb ik net gehad. Zo, eitjes zijn klaar. 2 broodjes van Nessie en 1 van mij. Bedankt, hè? Nessie wil opeens last minute mee eten, dus nu heb ik maar 1 eitje. Ik ga nu lekker thee maken. Ik heb altijd deze thee. Het is niet per se Turkse thee, het is eigenlijk Arabische thee. Die heet Ahmed thee en hier zit dus cardamom in. Ik ben hier helemaal gek op. En ik heb het open gedaan en het ruikt echt zo lekker, niet normaal. Het is tijd voor een theetje. Ik ga nu lekker even editen. Ik heb me even opgemaakt en heel snel even mijn haren gedaan. Wij willen heel graag in de IKEA om een stoel te halen voor Nessie. Een lekkere comfortabele stoel voor als hij PlayStation speelt. En hij had toevallig net zijn arts geappt om te vragen wanneer het verband eraf mag. Tenminste, hij heeft nu een pleistertje op. En het mag er dus vandaag af, dus dat gaan we nu doen. Dus dat is wel een beetje spannend, hè, Ness? Ik ga vandaag lekker vegetarisch koken. Dat is het enige wat ik eigenlijk nodig heb. Ik ga lekker snijboontjes maken in tomatensaus met ui en knoflook en tomaatjes erbij. En that's it eigenlijk. Ik ga het eten met deze borrel met vermicelli erin. Deze heb ik bij de Turk gehaald en deze is ook nog volkoren. Dus perfect. Zo, de uitjes zijn gesneden en ik kan het gerecht dus echt pittig maken zoals ik wil. Want Nessie maakt een tonijnpizza voor zichzelf. Zo, we doen de olijfolie erin en de uitjes. Ik heb echt nooit geduld om te wachten tot de olijfolie warm is, zeg maar. Ik doe het gewoon allemaal gelijk erin. De snijboontjes snij ik zo. Je kunt in de supermarkt meestal wel van die voorgesneden snijboontjes halen, maar ze doen het echt heel klein snijden en ik vind ze zo lekkerder. Zo, ik heb alles gesneden. Het zijn ongeveer 12 stuks. Perfect voor mij alleen. Gewoon met vermicelli ga ik dus eerst bakken. Ik voeg nu de snijboontjes toe, die ga ik ook even kort bakken. En omdat ik dus vandaag vegetarisch kook, ga ik er kippenbouillon bij doen. Tomaatjes gesneden, ik denk dat het er ongeveer 5 waren. Kippenbouillon bij. En de tomaatjes bij de snijboontjes. Dat zijn de kruiden die ik ga gebruiken. zout, chilipoeder, knoflook en peper, kurkuma en gemalen koriander. En jullie weten, ik doe voor alles echt best wel veel erin. Behalve van de zout. Ik hou echt van smaak in eten. Zo, ik heb alvast alle groenten voorgesneden voor Nessie's pizza. Dan hoeft hij het nou niet meer te doen. Hij moest even naar de Albert Heijn om tomatensaus te halen, want die is op. En dan kunnen we zijn pizza maken. Vandaag gaan we voor deze saus op de pizza met Italiaanse kruiden. Even goedkeuring vragen van Nessie voor zijn pizza. Goedkeuring, hij is perfect. Ja, is die goed? Nou. Alles goed. Jongens, Nessie's pizza. Ja? Op de achtergrond hoor je Nessie praten met onze katten, jongens. Ik heb trouwens iets te veel water toegevoegd bij de borrel, zoals je ziet. Ik moest iets minder doen, maar ik vind het prima, ja, maakt niet uit. Nu doen we lekker snijboontjes bij in tomatensaus.
En dat is het, guys. Ik kan echt zo makkelijk vegetarisch eten. Want dit vind ik echt gewoon een perfecte maaltijd voor mij. Nessim zou dit echt nooit eten. Nessim, zou je dit eten? Nee, hè? Wat heb je gemaakt dan? Ik heb gewoon snijboontjes met borrel. Dat is niet echt jouw type eten, hè? Nee. Jij zou liever dan voor zo'n tonijnpizza gaan, toch? Ik zou het wel eten, maar alleen als het moet. Oh nee, dat vind ik dus echt heerlijk. Ik heb me omgekleed. Ik heb een jurkje aan van Boohoo. Hij zit echt heel erg fijn, want het is een jurkje van toen ik dikker was. Dus nu zit lekker veel stretch erin voor mij. Nessim heeft zijn verband eraf en zijn neus is nog steeds echt heel erg dik, Nes. Hij is heel dik. Hij is echt nog heel dik. Dus ik denk dat hij nog wel voorlopig sowieso thuis blijft. Hij gaat nu even zijn moeder bellen, maar hij heeft echt nog een dikke neus. Maar dat had ik ook, hoor. Zeg eens... bellen, zeg eens bij mijn moeder dat ze mij moet bellen. Daar is mijn telefoon. Oh, maar kan ik van jou bellen? Mm-hmm. Maar ik had het ook, hoor. Dit is zijn tweede week, zeg maar, na de operatie. En ik had echt 3 weken dat het gewoon echt lelijk dik was. Maar bijvoorbeeld bij Emine duurde het veel langer. En ik denk dat zijn neuscorrectie sowieso iets heftiger is. Dat het nog langer gaat duren. Maar het is, weet je, het ziet er al veel beter uit dan de eerste dagen na de operatie. Want zijn neus was ook echt letterlijk eerst zo. Maar het is normaal na een neuscorrectie. Dat gaat allemaal nog zakken. Die mama, is dat jouw moeder of mijn moeder? Nee, dat is wel mijn moeder geworden. Voor vandaag doe ik de parfum op Black Opium van DNP. Nessim belt zijn moeder op, ik ga stuk. Zij vindt het ook dik. Jongens, daar gaan we weer hoor. De mooiste schoenen van Rotterdam. Yes. De neus. Geen verband meer op Nessim's neus. Maar wel vieze puisten, man. Ik moet echt mijn neus schoonmaken, man. Nou, lekker. Hier zie je. Dat jullie het maar weten, hoor. Zie je het? Hier ook. Is een beetje vieze. Je moet even straks een beetje, heel klein beetje scrubben. Scrubbatails. Wij zijn aangekomen bij de IKEA. We moesten even best wel lang een parkeerplekje zoeken. Want zie je gewoon mega druk. Maak een beetje ruimte weer genoeg. Nee, ze hebben gewoon genoeg ruimte. Oh jee. Yes. Nou, lekker in de rij staan. Nou jongens, daar zijn we dan. Echt? In de IKEA. Oh. Ik dacht echt dat het wat drukker was binnen, maar het valt echt mee. Het is lekker rustig. Ja, vertel wat we gaan halen. Oh, daar moeten we zijn. We gaan een stoel halen voor Nessie, want dat heb ik al verteld natuurlijk. Een comfortabele stoel. En daar zijn we. Gelijk. Bam. Kronis. Chilling. En? Voelt ie? Ja, dit is wel fijn, hè? Kijk, we zitten toch te twijfelen om voor deze te gaan. Wel een stuk duurder, maar eigenlijk als je dus zo'n kussen haalt en een stoel apart, is het bijna even duur als zo'n stoel. Ja. Oké, okay, ik wil een wetenschap met jou doen. Als we deze kopen, hè? Ja. Welke kat gaat hier als eerst op liggen? Dinar. Denk je? Ja. Ik zeg lira. Oké, okay, weddenschap. Hoeveel? Tractatie. Op? Starbucks. Ontbijt. Oeh, ontbijt klinkt wel beter. Oké. Okay. Voor onze Turkse koffie, hè? Van die kleine bekertjes hier. Misschien moeten we deze halen. Gaan we die halen, Nes? Ja, dat vind ik wel leuk. Ik ga even een mandje halen. Je hebt ook van die doorzichtige. Ik vind die eigenlijk ook best wel cute. Oh, jongens, we zijn opeens bij de koopjeshoek en hij heeft een andere stoel gevonden. Oh, daar gaan we hoor. Oh mijn god. Jongens, eigenlijk wilden we dit kopen. Kijk de prijs. Oh. 278 euro. En dan heb je dit. Uit de koopjeshoek. Deze was 239 euro en dus nu 120 euro. Nou, hoeveel besparen we? Minim. We hebben lekker een theekannetje, een koffie, espresso bekertjes. Top. Niet naar IKEA gaan en geen snacks halen, jongens. Hierin zitten hotdogs. We hebben van die kipballetjes voor een diepvries. IJs, cola, we hebben alles. We hebben dus lekker hotdogs gekocht bij de IKEA. En die gaan we gewoon lekker in de auto eten. Want... je mag daar niet meer eten. Dat is de situatie nu. We krijgen hem niet naar binnen. Maar we hebben echt geluk. We hebben echt geluk. Er liep net iemand langs. En die zei van, ik heb een busje. Ik kan hem voor je naar huis brengen. En we hebben even aangeboden om te betalen ervoor. En nu gaat het voor ons naar huis brengen. Anders stonden we echt, ja. Dat kregen we met geen enkele mogelijkheid dicht. Ondertussen eet ik je hotdog. Wel een beetje saai zonder saus. Zo, wij zijn alweer thuis. Ik moest van Nessim even naar beneden rijden. Gewoon lekker naar huis toe. En dan kwam hij eraan met de stoel.
Het is eigenlijk zo schattig. Hij doet het echt om in zijn best gewoon om alles zelf te doen. Maar ik wil hem eigenlijk overal bij helpen. En als je hem dan ziet, zijn gezicht en zo. Hij ziet er gewoon op dit moment heel grappig uit. Jullie weten toch, mensen die neuscorrecties hebben gedaan. De eerste paar weken na een neuscorrectie ben je gewoon echt een raar wezen. Want je neus is zeg maar niet een geheel met je gezicht. Het past gewoon niet bij je gezicht. Het is hier nog opgezwollen, je ogen zijn klein. Je bovenlip kan je niet bewegen. Dus je ziet er gewoon heel raar uit. Dus dan kijk ik naar hem en dan is hij om in zijn best aan het doen. Dan denk ik wel, het is zo schattig eigenlijk. Nou jongens, hij is binnen hoor. Kijk dan zo deze eroverheen. Voor de kat. Ja, dan gaat ze hierop zitten joh. Oh. Dit gaat Lyra geweldig vinden. Ziet ze er alleen niet uit? Oh. Wat doe jij? Dit vindt Lyra geweldig. Nee. Wat lelijk jongen. Je verpest mijn woonkamer. Kijk dan. Dit is jouw plekje. Ja, dat vindt ze geweldig. Love it. Jongens, Nessim is helemaal blij met zijn bankje. Oh. Hij zegt dat zijn droom is uitgekomen. Nou maar jongens. Kijk even, alsjeblieft naar de... Jongens hebben echt zulke simpele dromen gewoon. Oh. Maar ik moet nu even een winnaar uitkiezen voor mijn giveaway. Ik heb een giveaway in samenwerking met Mason de Bell. Waar ik zeg maar altijd botox doe in mijn kaken. Tegen... het kaakklemmen en tegen tandenknarsen. En ik heb een giveaway in samenwerking met ze. En ik ga nu even een winnaar uitkiezen. Ik vind het altijd echt heel erg moeilijk. Er zijn ongeveer nu 400 reacties. En daaruit mag ik één winnaar uitkiezen. Wij zijn nu thuis en ze is PlayStation aan het spelen. Wat ik wil vertellen is dat ik best wel emotioneel ben over dit hele gedoe nu in Libanon. Ik weet niet waarom ik het hier. Ik kom zo even bij jullie terug. Het zit bij mij heel diep. Maar er heeft dus een explosie plaatsgevonden in Libanon, in Beirut. En ik vind het echt heel erg wat er is gebeurd. De explosie was abnormaal. Echt heel heftig. Waren 10 doden tot nu toe. En Beirut heeft sowieso een heel speciaal plaats in mijn hart. Libanon is sowieso als land. Maar ik hoop gewoon dat iedereen daar veilig is. En wat mij heel verdrietig maakt is dat... Ik wou gewoon heel graag naar het Midden-Oosten. Eigenlijk dit jaar. Ik wil heel graag gewoon... Eigenlijk naar Libanon en Beirut, weet je wel. Het liefst, kijk. Het liefst wil ik naar Irak, maar dat is niet mogelijk voor mij. Toen daarna dacht ik, nou ja, dan ga ik naar Syrië. En daarna was er ook oorlog in Syrië. En toen dacht ik, Libanon komt het meest in de buurt van Irak. Dan heb ik, zeg maar, als ik er naartoe ga, toch een beetje die feeling gewoon. Nu ik dit dus zie, is de situatie weer erg, zeg maar, zo rot. Want het ging al helemaal niet zo goed met Beirut natuurlijk. En alsnog wel ik er wel naartoe gaan, want ik dacht van ja, de situatie is nog minder erg dan in Irak of in Syrië, dus ik kan er nog wel naartoe. En dan zie je dit weer en dan denk ik dat het gewoon een soort van onmogelijk wordt om echt nog naar het Midden-Oosten te reizen. En dan echt naar de Arabische landen, want bijvoorbeeld je kan wel naar buurlanden van Irak gaan, zoals Turkije of zo, maar echt de Arabische landen. Zoals Syrië en Libanon en zo worden steeds een beetje... Ja, meer moeilijk om naar te reizen. Dat maakt me een beetje emo. Niet om het reizen zelf, hè, want het is niet zo van, oh, ik kan er nou niet meer naartoe reizen. Of... Maar gewoon een beetje die feeling van je vadersland, weet je wel. Dat je op de grond staat, dat je daar een beetje aan doet denken. Gewoon alles, weet je wel. Dat mis ik een beetje soms. Oké, ik ga nu even snel de vaart doen. Dan heb ik het gedaan. Morgen wordt het heel warm weer, dan ga ik even naar Twente. En dan wil ik dat mijn huis gewoon lekker schoon is. En Esme gaat het toch niet doen als ik weg ben. Ja, het wordt mijn ritueel. Ik heb mijn keuken schoongemaakt. Helemaal top. Ik ga nu lekker Turkse koffie maken. Het is nu. Ik kan gewoon 's nachts dus koffie drinken en in slaap vallen. En mijn koffie wordt steeds beter. Dus ik hoop dat hij nu nog beter... Mijn suiker is op. Goede god. Oh my god. Yes. 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 Kijk dan, hij wordt steeds mooier. Nee, weet je nog onze weddenschap? Oh, ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Kijk deze kat. Mira. Oh, kijk hoe gelukkig ze is. Oh, baby. Nee, lief. Ik ben zo gelukkig. Mijn schatje. Ik ga bij deze ook gewoon de vlog afsluiten. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Doei.